In deze nieuwe Lego Fortnite video bouw ik een grote hut, zodat ik lumbermeel kan maken voor planken. We upgraden het dorp naar het volgende level, gaan keihard achter een lama aan en krijgen een hele toffe nieuwe bewoner. In de vorige Lego Fortnite video gebeurde dit. Als je miauwskools wil aantrekken, dan heb je veel meubels nodig waar ze op kunnen zitten. Oh, dat zijn katten? Oh ja, natuurlijk wil ik een kat. Come on. Ik was dus super hyped om een kat te krijgen. En toen kwam Crystal met deze comment. Je kan miauwskools in je dorp krijgen. Dat is een kat. Trouwens, als Sparkplug vrienden uitnodigt, kan miauwskools ertussen zitten. Ga zeker door met deze serie. Er is dus helemaal geen kat. Dat is net zo'n figuurtje als deze meneer. What up, Sparkplug? Let's explore. Ga jij met mij mee? Let's go. We kunnen weer lama vinden als we dit ding volgen. Let's go. Hopelijk zijn er nu geen lastige wolven. Laat het weten trouwens, hè, als je deze serie vet vindt. Er zijn vet veel comments. Er zijn veel mensen volgens mij die het leuk vinden. Dus doe ook vooral het duimpje omhoog. Want dan weet ik dat ik door moet gaan met deze serie. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. En zolang jullie het leuk vinden, ga ik ook gewoon lekker door. Oh god, daar is weer een wolf. Waar ga je? Oh, daar staat de lama. Volgens mij is die wolf weg. Ja. Let's go. En nu wil ik hem niet slaan. Nu wil ik hem aaien. Ja, we gaan hem aaien. Aai de lama. Ja, lekker. We hebben allemaal toffe dingen nu te pakken. Oh nee. Daar is die. Ik ga jou pakken, vriend. Hoppakee. Ik sloop die wolf ook gewoon. Super nice. Hé, daarachter staat ook een huisje. Misschien is hier ook wel iets te vinden. Oh, dit is wel een restant van een huisje. Het is niet echt een... Nee, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Ik ga wegspinnen. Bam. Holy moly, wat is dit voor ding? Maak hem kapot. Lekker. Ik heb een shell gevonden. Oh, daarmee kan ik een health charm gaan maken straks. Oeh, dan gaat mijn HP omhoog. Dan krijg ik misschien meer hartjes. Dat is super nice. Die wil ik hebben. Ik bedoel, 3 hartjes is niet veel hartjes. Hé, er is weer iemand bijgekomen. What up, Hayseed? Howdy, partner. Hello. Hij wil in mijn dorp blijven. Oké, is goed. Blijf maar. Kom maar hier in mijn dorp wonen. Oh, maar mijn dorp is nog niet goed genoeg. Oh, nou oké, dan niet. Ik heb daarvoor planken en graniet nodig. En planken die kunnen we denk ik met hout maken. Maar we moeten even kijken, want dan heb ik denk ik een lumbermill nodig. Ja. Die kunnen dus inderdaad planken en rods maken. Oké, maar dan wil ik eigenlijk eerst even weer een groot huisje bouwen. Deze bijvoorbeeld. Of deze. Daar heb ik nog 22 hout voor nodig. Let's go. We gaan hakken. Oké, ik heb genoeg hout voor deze. Die ga ik dan even lekker hier neerknallen. Ja, ik hou echt van de manier van bouwen in deze game. Het gaat echt super makkelijk. Hoppakee. Daar is die al. Oké, maar nu wil ik deze. Oh, daar heb ik nog 1 steen voor nodig. Even op zoek naar Einstein. Einstein! Gewoon hier. Gewoon in mijn dorp. Oké, een lumbermill. Ik ga die denk ik even buiten neerzetten. Zo, dat ziet er leuk uit. Kijk, hiermee kunnen we dus planken en wooden rods maken. Even kijken wat ik allemaal nodig heb hoor. Kijk, ik wil sowieso een zwaard hebben. Dus we gaan 5 wooden rods maken. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Hier moet eigenlijk ook even een opstapje komen of zo. Het is veel te hoog. Oh, dit kan ook. Een hele trap. Ja, nee, deze moet ik hebben. Zo, dan kunnen we hier makkelijker opspringen. En dan met die wooden rods kunnen we hier dus weer een zwaard maken. Let's go! Oh, ik had trouwens dit allemaal gevonden bij die lama. Dynamite. Oh, een schild. Nice. Hoe kunnen we die dan... Waar kunnen we die neerzetten? Oh, dan hebben we die in de... Oh, kijk me gaan, jongen. Kijk me gaan. I am a real warrior. Yeah! Let's go! Oh, kom er ook bij, Sparkplug. Ik bedoel Bright Bomber. Kijk ons gaan. Oké, ik heb er nog 1. Yay! Oh, ik heb echt al die oude dansjes nog, joh. Party! Oké, klaar. Nu moeten we serieus doen. Wat ik ook nodig heb, is een kist. Oh, daar hebben we dus 6 planken weer voor nodig. Oh, ik moet even meer hout zoeken. Oké, nog 3 planken. Let's go. Hallo? Yo, maar jij bent wel een coole guy. Beef Boss? Ik wil jou in mijn dorp hebben, gek. Oké, laten we snel hier even een kistje neerzetten. Zo, dan kan ik alles indoen wat ik sowieso nu even niet nodig heb. Zoals deze en die dynamite, die laat ik ook lekker daarin. Dit, hoppakee. Dit mag allemaal daarin. Slap juice. Vines. Zaadjes. Oh, ik kan mijn stad nu upgraden. Let's go. Heb ik 10 planken en 20 graniet voor nodig. Oh, dat wil ik heel snel doen. Oké, let's go, guys. We gaan even allemaal graniet verzamelen en planken. Zodat we een nieuwe bewoner in mijn dorp kunnen krijgen. Ik wil die hamburgerman. Hamburgerman is baas. Even wat boompjes kappen. Kijk, daar kan hij Sparkplug mij maar niet meer helpen. Want hij heeft blijkbaar geen bel.
Dus dat moeten we ook even in de gaten houden. Dat we mijn hulpie gewoon eventjes juiste equipment geven. Dan kunnen ze me ook helpen. Nu moet ik alles alleen doen met die bomen. Oké, wat hadden we nodig precies? 10 planken en 20 graniet. Oké, let's go. We gaan snel 10 planken maken. En dan moet ik nog een beetje granite gaan zoeken. Waar is een steen? Daar is een steen. Hakken. Yeah. Let's go. Oké, plankie nummer 10. Let's go. En gaan we heel snel mijn dorp upgraden naar level 3. Ja, kijk, dat kan. Ik heb alles wat ik nodig heb. Bam. Nice. Oké, Beef Boss, wil je nu bij mij wonen? I've been battling brutes before. Oké, het is een echte battleman blijkbaar. Kom in mijn dorp. Heb je een plek voor me om te slapen? Jazeker, bro. Zeker. Ja, haha. We hebben een nieuwe bewoner. Oh, dit is zijn bed. Beef Boss. Oké, maar Beef Boss. Ik wil dat jij met mij meegaat, jongen. Sparkplug, jij mag in het dorp blijven. Maar wat doe jij voor baan? Jij mag het dorp helpen. Ja, jij mag materialen verzamelen, man. Let's go. Thanks, Sparkplug. Ben je nou aan het slapen? Hey, word ze wakker, maat. Jij denkt, jij gaat slapen. Nee, ik wil dat je even met mij meegaat, jongen. Kan je niet mee? Oké, misschien later dan. Eigenlijk wil ik nu ook even deze dingen gaan maken. Een spinnenwiel en een grill. Dan kunnen we koken. Oh my god, ik word weer gelokt door een lama. Maar ik heb nu mijn mattie niet bij me. Ik ben nu helemaal alleen. Wacht even, eerst deze guy pakken. Hier, ik kan je gewoon mezelf beschermen, jongen, met mijn schild. Hoppakee, doei. Heerlijk. Oké, focus op de lama. Waar is die? Die lama's die geven wel altijd goede shit, denk ik. Ik bedoel, dat is in de echte Fortnite natuurlijk ook. Hallo, wat staat hier? Oh, wacht, dat is een kist. Oh. Oké. Er zit volgens mij niet heel veel boeiends in, zo te zien. Dat is dan weer jammer. Oh, ik hoor hier een beest. Oh, ik hoor hier twee beesten. Oh, jongens. Twee is iets te veel. Ik ben maar alleen. Laat me met rust. Oké. Als jij in je eentje bent, dan durf ik jou wat te pakken. Ik heb ook een schild, hè. Ik pak je gewoon met mijn schild. Ja, lekker, man. Ik word al professioneel Lego Fortnite speler. Oké, kijk. Nu kan ik hier een grill maken. Ja. Gaan we lekker barbecuen. Hotseflots. Wat kunnen we grillen? Vlees. Ik heb vlees. Lekker. Oké, maar maat, is het nu tijd voor ons avontuur, Beef Boss? Oh, kijk. Ik kan hem gewoon laten exploren met mij. Hij zegt, ik ben goed om burgers te maken, maar ik kan ook andere dingen. Yeah. Oké, maar kunnen we dit dorp niet gelijk even nog een leveltje omhoog krijgen anders? Knotroot, planks en granite. Knotroot kan je vinden in grotten. Ik ben nog helemaal geen grot tegengekomen. Dus er zijn ook grotten hier in deze game. Hamburgerman, wat denk jij ervan om een grot te gaan zoeken dan? Klinkt dat goed? Jij met je zwaard, ik met mijn maiskolf. Let's go! We gaan op avontuur naar een grot! Hamburgerman en ik. Dat doen we in de volgende video. Scroll duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Ik vind dit fantastisch en ik hoop jij ook. Tot de volgende. Mazzel!